zijn en kan. Hoe is het tot nu toe geweest? Tot nu toe fantastisch. Hè? Ik heb al heel veel moeten uitleggen wat er in het Belgisch drinkwater zit. Of je nu praat over Charlotte van der Meersen en Felix van Groeningen, of over Lucas Donte, over Adil en Bilal, over de gebroeders Dardenne ook. Dat zijn allemaal zeer getalenteerde filmmakers. En dan moet je daar echt ook durven in investeren. En we gaan ook proberen van in de veranderende wereld van toch altijd die vinger aan de pols te blijven houden. En van zowel iets meer gevestigd waren, want ja, dat beginnen zij nu wel te worden, maar ook nieuw talent die kans te blijven geven. Vandaag hebben we New Dawn gelanceerd. Het is een samenwerking van 9 filmfondsen. Een fonds wat wil werken rond diversiteit en inclusie. Dat er toch bepaalde stemmen zijn in de Europese cinema die nog altijd heel erg ondervertegenwoordigd zijn. Als iemand van kleur of iemand met een migratieachtergrond wordt gevraagd om in de film mee te spelen, dan is het altijd om een vluchteling te gaan spelen. Soms stereotype rollen in de vorm van criminaliteit of als het gaat over vrouwen, dat het dan wel te maken heeft met prostitutie. En dan zeg je, maar dat is toch niet ernstig? Waarom is nu eigenlijk niet mogelijk om, zonder van met dat soort stereotypen te werken, verhalen te vertellen waarin dat je mensen ziet die hier gewoon geboren en getogen zijn en waar die dan vandaan komen, of die in elkaar zitten, dat speelt toch eigenlijk geen rol. En als je een fonds creëert wat alleen daarop inzet en zegt van de anderen, kijk, sorry, deze stemmen, deze verhalen, deze geluiden zijn echt ondergerepresenteerd en dit fonds dient alleen daarvoor, ja, dan weet je dat je meteen een grotere impact kan maken. Put your money where your mouth is. Dat vind ik heel belangrijk. Daarover praten, daar wordt heel veel over gepraat. Al denk ik al meer dan 10 jaar. Geld ervoor vrijmaken, dat is wel minder makkelijk. En dus hebben we nu gezegd, nu gaan we dat ook doen. Dat gaat over 100.000 euro per jaar. Waardoor dat we nu aan een bedrag zitten van een goede 900 met Europa, dan hebben we rond 1 miljoen. Waardoor we dat we in staat gaan zijn om tussen de 10 en de 20 projecten per jaar te ondersteunen. Komen daar verhalen uit Vlaanderen uit die dan die subsidie krijgen? Fantastisch, maar dat is geen voorwaarde. Het moet vooral naar mensen gaan die hele interessante verhalen hebben. Vanuit Vlaanderen zullen in het selectiecomité Dalila Hermans zitten en Lise Spits. De enige opdracht die ze van ons hebben gekregen is dat ze moeten kijken dat de projecten die worden goedgekeurd in dat fonds, dat die inderdaad zeer divers zijn, dat die heel erg rekening houden met een inclusie, met een heel inclusief maatschappelijk beeld. En voor de rest hebben ze eigenlijk heel weinig instructies gegeven. Het gaat er gewoon om dat wij vinden dat ook ander soort verhalen dan diegenen die wij traditioneel heel vaak binnenkrijgen, dat die ook een kans moeten krijgen.